Heel lang geleden werd in een klein dorpje in Hongarije een jongen geboren. Hij heette Martinus. Net als zijn vader werd hij toen hij groot was officier van het Romeinse leger. Hij vocht mee in allerlei oorlogen en zag hoe verschrikkelijk het was om mensen te doden. Martinus moest in deze oorlogen meevechten. Maar op een goede dag ontdekte hij dat oorlogen alleen maar voor pijn en verdriet zorgden en dat niemand er vrolijk van werd. Op het einde van die vermoeide dag gingen Martinus en zijn schildknaap slapen. Die nacht, toen Martinus in diep slaap lag, droomde hij dat God tegen hem sprak. Martinus, waarom vecht je in oorlogen? Waarom vecht je voor een keizer die oorlog wil? Martinus, je moet geen mensen meer opjagen en doden. Ik zou het juist fijn vinden als je ze ging helpen, door ze te zeggen hoe ze elkaar liefde en geluk kunnen brengen. Heb ik dit gedroomd of is het echt gebeurd? Ik weet het nu zeker. Ik ga de mensen helpen. Ik wil vanaf nu geen soldaat van de keizer meer zijn. Vanaf nu ben ik een soldaat van God. Martinus besloot dat hij in de toekomst alleen nog dingen wilde doen die goed waren. Dingen waar de mensen plezier in hadden en waar ze vrolijk van werden. Toen hij dat besloten had, ging hij op pad. Hij trok de wijde wereld in om de mensen een beetje plezier te brengen. Met die mooie gedachte in zijn hoofd ging Martinus op de weg naar de Franse stad Amiens. Na een lange reis komen Martinus en zijn schildknaap eindelijk in Amiens aan. Het is een drukte van je welste. Veel mensen lopen de stad in en uit. Kooplui, boeren, burgers, priesters en soldaten. Op de grond naast de ingang zit een bedelaar. Hij smeekt om iets te eten en te drinken. De mensen kijken niet naar hem om. Ze moeten niets hebben van deze man. Geef me wat te eten. Ik sterf van honger. Wie kan me verwarmen? Ik sterf van de kou. Wie wil eten voor me maken? Bij wie mag ik slapen? Geef me alleen een stukje brood of een beetje soep. Dan ben ik tevreden. Ik heb honger en ik sterf van de kou. Geef me iets wat u kunt missen. Martinus loopt naar de bedelaar. Hij neemt zijn mooie warme mantel en pakt zijn zwaard. Met een klaps snijdt hij hem doormidden en geeft een helft van de mantel aan de bedelaar. Hier, neem deze mantel, zodat je het niet meer koud hebt. En stek op en kom met me mee, dan kan ik je iets te eten geven. De bedelaar was dolgelukkig. En samen met Martinus maakte hij een groot vuur waaraan ze zich konden warmen. O Martinus, u bent zo goed voor mij. God zal u belonen wat u doet om andere mensen te helpen. Bedank mij niet. Bedank lieve God. Hij heeft mij in een droom verteld dat ik geen mensen meer moest doden en oorlog moest voeren. Maar dat ik juist de medemens moest gaan helpen. Schildknaap, jou heb ik niet meer nodig. Ga maar terug naar je kazerne. Laten we nu al mijn eten delen in de herberg, want dan komt er warmte in ons hart en zal God altijd bij ons zijn. Ja, Martinus, dat doen we. Laten we dit feestelijke vuur meegeven en aan andere mensen laten in de opdracht met fakkels en lampionnen maken. Zo vieren we dat mensen in goede, maar ook slechte tijden voor elkaar klaarstaan. Dat is een goed idee en laten we hopen dat iedereen met ons mee wil doen, want dan wordt het pas een echt mooi Sint-Maartenfeest.
Ja, aanspreken.